In deze tijd wil ik graag een aantal reisgenoten langs laten komen. Reisgenoten die laten zien wat het is om te gaan met teleurstelling, met pech, met ziekte, met bedreiging. En in die tijd is de Bijbel ook geschreven. En als je tegen die achtergrond de Bijbel leest, dan kunnen die woorden ook weer op een hele nieuwe manier in ons leven van betekenis worden. Want wij hebben reisgenoten nodig die er doorheen zijn gekomen. En natuurlijk, vandaag wil ik een andere reisgenoot weer eens met jullie delen. En de reisgenoot is Jezus zelf. Van hem hebben we geen enkele letter op papier gekregen. Hij heeft zelf niks geschreven. Helemaal geen woord opgeschreven. Het enige wat we weten is dat er over hem geschreven is. Mensen die hem hebben gehoord, die met hem hebben gesproken, die over hem hebben verteld. En die woorden zijn anders doorgegeven. Wat was het mooi geweest, zo denken wij dan, als Jezus zelf dingen had geschreven. Dan hadden we altijd nog kunnen zeggen, kijk, dit zijn de echte, de allerechtste woorden van Jezus. Maar dat weten we niet. Maar wat we wel weten, is dat hij door de manier waarop hij leefde en waarop hij sprak, heel veel mensen heeft geïnspireerd. En er is nog wat aan de hand met die woorden van Jezus. Want het evangelie van Johannes vertelt dat Jezus zelf het levende woord is. Jezus is het woord van God dat op aarde kwam. Een woord is veel meer dan alleen maar even, nou ja, een woordje dat wegwaait. Nee, in het Hebreeuws is woord en daad ook hetzelfde. Dus Jezus is de levende daad van God. Jezus is het levende woord van God. En waarom sta ik daar nou even bij stil? Omdat Jezus zelf erover zegt dat als hij het levende woord is, dan heeft dat betekenis voor jou en voor mij. Want een levend woord, daarvan zegt hij zelf in Johannes 14, dat woord dat leg ik in jou. Oftewel, Jezus is niet zomaar een boek uit de oudheid. Hij is een levend woord dat ook vandaag de dag komt. Sterker nog, hij komt in ons. Jezus zegt zelf in Johannes 14, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en vertrouw op mij. En de Vader zal jullie een trooster geven. En die trooster, dat is niet zomaar een boek in de boekenkast. Die trooster, die zal in jullie zijn. Als er iets is wat ik nodig heb, en misschien jij ook wel in deze onzekere tijden, waar je de toekomst niet van kan voorspellen, is dat wij hoop krijgen van Jezus als reisgenoot, die zegt, ik ben niet een vreemde, ik ben niet alleen maar in een boek te lezen, maar ik wil mijn leven in jou leggen. En dat betekent, en daarom legt hij dat ook zo uit aan zijn eigen leerlingen, voordat hij zelf weggaat naar de hemel, teruggaat naar zijn Vader, dat hij zegt, je hoeft niet ongerust te zijn, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. En ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En ik zal je niet verlaten, maar ik ben degene die er zal zijn. En dat geeft hoop. Hopelijk jou ook.